On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Hoi en welkom bij deze 12 Days Before Christmas video. Zoals je ziet ben ik niet alleen. Hallo. Hallo. Wat gaan we doen? We gaan een kerststuk maken, traditioneel. Ja, hè? Weer. Dat doen we ieder jaar. Als het goed is, hebben jullie dat vorig jaar tijdens Vlogmas ook al kunnen zien. En nu ga ik er een video van maken. Dus jullie krijgen dadelijk daar op tafel een plekje. En dan kunnen jullie zien wat ik doe. Maar ik zal eerst eens even laten zien wat we gaan doen. Want weet jij al waar je me op gaat maken? Ik ga hem een glazen schaal maken. Heb je die hier ergens staan of niet? Want ik ga hem dus hier op maken. Deze moesten er even af, want dat zijn nog dingen die ik had van de vorige keer, maar ik weet niet zeker of ik die ga gebruiken. Maar hier komt in ieder geval mijn kerststuk op. En hier liggen allemaal dingen die we kunnen gaan gebruiken. Schaal. En mama neemt... Oh, mooi. Dus ook een ronde. Ik ga ook een ronde maken. Ik ga het wel eerst met mos bewerken, zodat je niet ziet wat er in het middenin zit. Moet je dan ook niet van die dingetjes die hebben? Heb oh, die heb je. Om erin te steken. En hoe heet dat spul ook weer? Oase of zo? Oase hebben we een heleboel. Die ligt uit te lekken, want die is al vanmiddag in het water gegaan. Oh, kijk, en ze hebben ook een hele leuke sneeuwpop voor het raam hangen. Vind ik echt leuk. Volgens Tim is het de kerstman. Oh, nou, keur ik eigenlijk ook wel goed. Tim vindt het de kerstman. Nee, oma, kerstman. Oké. En papa zit binnen. Die zal straks misschien nog wel even komen kijken. Maar ik ga jullie daar neerzetten en dan gaan wij aan de slag. Oh, en eerst even een kopje drinken. Eerst een bakje op het gemakje. Toch? Ook niet zo ver laten overlopen, ja. Hier sneeuw. Ik ga het ook van. Hier sneeuw. Ik wil maar één kaars. Ik vind het te vol. Ik weet niet, grote kaars. Ja. Ik wil er wel twee. Ja, maar je platform is groter. Hier bloemen. Ja? Kijk, mijn idee is. Ja? Maar ik weet niet, ik heb witte bloemen genomen. Ik weet nu even. Kan je altijd nog veranderen? Ik kan ze erin steken. Dit ga ik vol leggen met sneeuw, dit stukje. Ja? Ja. Dan komen hullie erop. Ja? Dan wil ik hier. Op dit, hier mijn bloemen opleggen. Ja. Yeah. Zo mooi. Ja. Yeah. Maar zo wit. Even kijken of dat mooi is. Dan, hun hier. Op dat mos ook sneeuw. Ja. Ja, dat is leuk.
Die grote boom had ik hier gezet, maar vind ik een beetje hysterisch worden. Ja, dus die heb ik weggehaald. Dus drie boompies. Ja. En dan wil ik eigenlijk nog met van die... kijk of dat dan deze woorden maken. Of die woorden. Een andere tak hoef je niet? Die... met andere takjes wil ik dan hier nog wat doen. Ja, maar dan moet je dus eerst, als je het er nou even afhaalt, die boompjes. Ja, het ligt allemaal los op. Nee, maar vind je wat vind je ervan? Ja, ik vind het leuk, maar die tak, dit kan weg. Kijk, hier kan ik het wel een beetje opstrooien, denk ik. Ja, dat is leuk. Dat wordt wel wit. Ach, wat ruikt dit toch altijd heerlijk. Heerlijk, hè? Wat is het ook alweer? Laurier. Is het laurier? Nee, toch? Eucalyptus. Eucalyptus. Ja. Ah. Dan kan je zo in je dat neus stoppen. Dat ruikt zo lekker, dit. Dan kan je zo in je neus stoppen als je verkouden bent. Nou, ik denk dat ik zo goed als klaar ben, maar dat het eindresultaat gaan jullie zo nog beter zien. Hoe is het met mama? Hij wordt mooi, zeg. Het schiet ook op. Het is een heel ander stuk als andere jaren. Ja, maar wel gaaf. We hebben er bewust voor gekozen. Bij jou komen die bollen juist heel mooi uit met die mos. Ja. Omdat het bollen zijn. Ja, dat heb ik juist bewust gedaan. Heel leuk. Nou, jullie zien straks het eindresultaat en een lege tafel. Ik moet tafel. Hier en daar nog even wat stoppen. Ja, ik misschien ook hoor, maar ja, het gaat toch altijd weer sneller dan je denkt. Gaatjes zie en ik wil geen gaatjes in mijn kerststuk. Dus dan ga ik nog even hier en daar een pakje uit Bianca een stuk pikken en bij mij erin doen. Nou, dat grapje, doe dat maar niet. Nou, ik zie jullie zo. Zo, we zijn inmiddels in de kamer aanbeland. Kijk, pa en ma hebben ook een mooie kerstboom. En we zijn klaar. Hoe vind je het geworden? Ja, ik ben er blij mee. Ja? Het is heel wat anders dan andere jaren, maar ik heb hier bewust voor gekozen. Nou, en ik ook. Ik heb dit ook nog nooit eerder gedaan. Nee. Dus jullie gaan nu het eindresultaat zien. Ja. Dit is die van mama. Er zijn ongeveer 12 mensen lopen. Nu zet ik de politie erbij. Dus nou, we zitten hier op 12. Er waren er nog 4. Ik zei, nou ja, we komen wel tot 50. En toen kwam ik binnen. En ik heb nog nooit zoiets gezien. Het zat heel aan de andere kant. En jij hebt echt kikveld. Want het was het mooiste. Eigenlijk is het een beetje traag. Dit is ook wel een mooie kant. Dan ziet hij er vanuit de verte zo uit. Heel mooi. En dit is die van mij. Ook schattig. Goed gedaan. Met hier beginnen we met een tafereeltje. Doe even scherp stellen alsjeblieft. Dat doet hij waarschijnlijk niet door dit lampje. Nee. Nou, doe maar even. Hier zitten mensen. Nee, hij wil sowieso niet echt lekker scherp stellen. Oh? Oh, zo ja. Doe nou eens aan. Ja, kijk. Hier zitten mensen lekker bij het vuur. Dan hebben we hier nog een klein hondje staan tussen de bomen. Hier heb ik kerstballen in zitten. Aan deze kant mooie gerbera's met een ander bloemetje. Ja. En daarachter staan 2 kaarsen. Deze blijft, ik moet een eigen kaars halen hoor, maar deze blijft denk ik wel wat hij is. En dit wordt nog een groene kaars. En dit lampje kan dus ook aan en uit. Kijk, want nu is het vuur gedoofd en nu niet meer. Dus dit is uiteindelijk, mam, wil je arm even weghalen? Sorry. Dit is die van mij. Het is heel leuk geworden. Ook echt mega blij mee. Wil jij ze nog even van op die kant allebei filmen? Ja. Het is heel mooi. De details. Een houten plank, dat kun je hier aan zien. En een schattig tafereeltje met die eikeltjes er rondom. Dat vond ik ook erg schattig. Dennenappeltjes zijn. Dennenappeltjes, maar hij blijft niet scherp. Ik weet niet, Bianca praat altijd tegen hem, maar... Roos geeft er een soejang op. Dan kom op, doe jij eens wat. Ja, als ik het doe, luistert hij beter. Oh, dat is fijn. Wordt hij gelijk scherp. Het is ons erg schattig. Die ook? Nou, die is ook van alle kanten eigenlijk wel... Ja, ik heb gekozen voor
Een beetje sneeuw eroverheen. Sneeuw en een beetje allerlei facetjes. Zo drie bij elkaar. Hè? Net als dat in de bloemschik dingen gaat. Hier nog een beetje balletjes. En bollenbos. En het heeft een beetje gesneeuwd. Gezellig. Ja, heel leuk. Nou, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze 12 Days of Christmas video. Ik vond het leuk. En volgend jaar weer, hè? Ja. Doei. Ja, precies. Is goed. Doei.